back look like laps in on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag weer een nieuwe video hier natuurlijk op mijn kanaal. Vandaag ga ik het natuurlijk met jullie hebben over Black Ops 3. Want Black Ops 3, de trailer natuurlijk, is gisteravond online gekomen op de officiële Call of Duty YouTube-pagina. YouTube-pagina's eigenlijk in Engeland en in Amerika heb ik hem even gekeken. Natuurlijk, best spectaculair om alles te zien natuurlijk. Ik ben toch best wel weer nieuwsgierig hoe de game gaat voelen natuurlijk. Ik kan niet natuurlijk echt een mening geven over de game. Aangezien ik alleen maar natuurlijk de trailer heb gezien. Maar als ik een beetje kijk naar de trailer. Ja, dan lijkt het in ieder geval behoorlijk futuristisch weer eruit te zien natuurlijk. Dat is misschien ook wel logisch natuurlijk. Want een game wordt natuurlijk een paar jaar van tevoren gemaakt. En ja, je kan niet ineens gewoon even zeggen van hey, we gaan weer terug bijvoorbeeld naar een andere tijd. En ja, het duurt altijd een paar jaar voordat zoiets wordt omgegooid. Zal ik het zo zeggen. Black Ops 3 wordt het dus in ieder geval, dat wisten we al natuurlijk. Ik heb er heel erg veel zin in natuurlijk. Langzamerhand komen natuurlijk ook wat feitjes boven water, zeg maar, over de game zelf en hoe de game er, wat er in de game zit en zo. Ik ga zo meteen nog hebben over de trailer. Daar laat ik ook wat fotootjes van zien. Daar ga ik het zo dus over hebben. Maar nu even nog wat over de game zelf. Er is in ieder geval naar buiten gelekt, zeg maar, dat er in ieder geval Theater mode in gaat komen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat betekent gewoon dat je gameplay kan opslaan in je theater. Kan delen met anderen, met vrienden en zo. En eventueel kan later opnieuw kan capturen. Misschien ook handig natuurlijk als je capture apparatuur faalt natuurlijk. Want het is echt super handig gewoon theater mode. Wat ook in ieder geval bevestigd is, is leak play in Black Ops 3. Ook super fijn natuurlijk. En dat betekent wel dat ze toch weer een beetje scheiding gemaakt tussen public en leak play, zeg maar. Want het skill-based matchmaking zal, zover het nu erbij staat, zal het ook anders zijn. Het zal niet meer zoals in Advanced Warfare zijn, maar zoals in Black Ops. Ook super fijn natuurlijk. En niet helemaal geconfirmed, maar ja, natuurlijk, LEA bijvoorbeeld heeft het al gespeeld. Hij zegt, ja, er zitten geen exo's in, maar wel jetpacks en zo. En die hebben dus weer andere abilities en zo voor bij je mannetje. Het schijnt in ieder geval dat je 9 verschillende karakters hebt, bijvoorbeeld in de multiplayer. Dat weet ik dan niet helemaal 100% zeker, maar dat is in ieder geval, dat heb ik in ieder geval gelezen. En je kan in ieder geval schieten terwijl je klimt en zo. En langs muren rennen. En dat vind ik dan wel weer een heel eng verhaal. Dat moeten we maar even kijken hoe dat eruit gaat zien. Maar ja, ik ben wel benieuwd daarna natuurlijk. Grafisch zelf vind ik het ook erg lijken gewoon op Black Ops 2 en op Advanced Warfare. Een bepaalde combinatie daarvan. En op zich denk ik dat het eigenlijk niet zo heel erg slecht is natuurlijk. Hè? Want het schijnt ook alleen maar dus op de current gen, hè? Dat is nu tegenwoordig, PlayStation 4 en de Xbox One uit te komen. En dat is natuurlijk een goed teken eigenlijk wel. Hè? Dat betekent gewoon dat gewoon grafisch de games gewoon ook een stuk kwalitatief beter worden. Dus dat is in ieder geval fijn. Nou, dan gaan we in ieder geval even over natuurlijk naar de foto's. Want dan ga ik het daar even over hebben. Jullie zien hier in ieder geval op de achtergrond, ja, tenminste een foto waarbij ik een wapen in mijn handen heb, waar ik onder water ga. En ja, dat zie je ook in de trailer, want die link staat in de beschrijving dus. Zie je dat ik schiet, dat je schiet zeg maar onder water. Super cool uit natuurlijk. Verder hier zie je een mannetje in ieder geval waarbij hij uit zijn arm een soort van turret krijgt. Ik denk een van de 9 abilities die je hebt dus met het mannetje. Hier zie je ook zijn ability, denk ik, dat het is. Waarbij uit de arm een soort van nano dingen worden geschoten. Die dan gaan zwermen om zo'n mannetje heen. En vervolgens ook nog een keertje, dat zie je zo, in vlammen gaat. En dan, dan verpulvert hij zeg maar de vijand. Ziet er wel spectaculair uit. Ik weet niet hoe dat gaat werken. In ieder geval, dit is natuurlijk, de beelden zijn natuurlijk uit de singleplayer, mag ik aannemen. Dus multiplayer, dat zien we natuurlijk later. Hier zie je ook een soort van Titanfall-achtige machine. Waarbij, het is in ieder geval een raketwerper. Er komen in ieder geval raketten aan de zijkant eruit. En je ziet ook 8 van die dingen aan één kant. Hier zie je in ieder geval een, iemand die bezig is met een robot. Die zullen er ook in zitten natuurlijk. Ja, want het speelt zich af natuurlijk in de toekomst. Dus ongetwijfeld zullen ook robots in de toekomst zijn. Die mee vechten natuurlijk. Hier zie je gewoon een mannetje die een
in ieder geval lijkt op een dead machine in ieder geval, in zijn handen hebt. En ja, de tegenstanders verpulverd. Hier zie je ook trouwens een mooie screenshot, zeg maar, van een mandje met een pistool met een laser erop en zo. Het ziet er echt wel heel erg vet uit. Grafisch natuurlijk echt super fantastisch en zo. Ja, dit is een beetje iets waar ik me toch wel een klein beetje zorgen over maak. Hoe dat in zijn werk gaat, zeg maar, online. Bijvoorbeeld als het ook online is. In ieder geval in de singleplayer natuurlijk. Ja, een mannetje die via de muur rent en zo. En die heeft dus in dit geval een soort van Remington in zijn handen. En ja, heel erg overpowered. Nou, dit is gewoon een beeld van een sniper. En ja, dus ook de face mensen kunnen zich eigen lekker vertoeven natuurlijk. Op Call of Duty Black Ops 3. Ja, dit is een screenshot van een mannetje die eigenlijk net vooruit gedashed is, zeg maar. Ik denk dat ook een special is in ieder geval. Waarbij je gewoon schiet, zeg maar, op een man. En dan de tegenstander, ja, gewoon omver stoot, zeg maar. En verpulvert. Nou, hier zie je toevallig een mannetje die ook net een actie gedaan heeft. Hij springt op die muur. En ja, als hij in die muur opkomt, dan ziet hij ja, zo'n dingetje vliegen of zo. Ik weet niet of hij dat zelf daar naartoe gebracht heb of niet. Het wapen trouwens in de handen wat hij heeft lijkt wel een beetje op een bal. Je kan er dan ingaan. Je kan dat ding kan je besturen. En je kan gewoon gasten killen daarmee. En ja, lijkt me heel erg overpowered. Maar het ziet er wel super vet uit eigenlijk om dat te zien. Dus nou, en hier zie je iemand die ja, wordt achtervolgd, zeg maar, door een soort van bal of zo. En dan komt een machine uit. En ja, die wil jou in ieder geval kort en klein maken. En ja, natuurlijk zit er ook bijvoorbeeld, wat ik er gezien heb, is torkboos in en dat soort dingen. Maar natuurlijk ook, wat je nu ziet op de achtergrond, zombies. Want dat komt natuurlijk ook terug in Black Ops 3. En ja, dat lijkt me gewoon, ja, ook super vet natuurlijk, want je ziet het een beetje aan de beeld dat het gewoon een beetje lijkt ook op de Black Ops 2 zombies. En dat vind ik wel heel erg gunstig om te zien. Nou, ik hoop dat in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet even een duimpje omhoog te geven natuurlijk. Zodra er meer nieuws is over Black Ops 3, dan ga ik dat zeker met jullie delen. En jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.